heerlijk. Ja, het smaakt het goed. Net de zout, net de volle paprika, dat is goed, ja. Mooi gebouw van de gemeente, ja. Ja. We hebben de wedstrijd ook hier zeker een squall gebouwd en dat ging hetzelfde. Dat kwam ze eigenlijk met elkaar. We zijn een beetje gewend aan de viskar al. Nou, we hebben een bezoekje gebracht vanuit het college aan deze bouwplaats. Het is de grootste bouwplaats van onze gemeente eigenlijk wel. Dus we zijn van nou, minstens een bezoekje waardig in deze tijd. Hè, werd toch meestal op een hele andere manier met de dingen omgaan. Hè. En we hadden de bouwvakkers hier verrast met een viskje. Puur een gebaar eigenlijk. En net alleen voor deze mensen die hier werken, maar eigenlijk ook wel een gebaar naar alle mensen die het nog zo druk aan het werk binnen overal en op een andere manier hun werk doen maken. En ja, toch ook wel een beetje mijn spanning. Hè. Het is wel wat spannend al hier, wanneer doet het goed zijn. Afstand houden. Wees net besmet of wees net een oor. Nou, het is belangrijk dat we vanuit het college mensen kunnen hard onder de riem steken en steunen en blikken laten dat we hun heel goed waarderen. Dat ze het zo goed eigenlijk wel echt doen. Ik heb begrepen dat het nog steeds goed op schema leidt. Volgens mij zelfs iets voor op schema, dus dat gaat voortreffelijk. Het waren natuurlijk ook mij, dus het kan het beter wat dat betreft. Maar ja, het is best wel een heel grote bouwplaats. Hè. Dus dan is het ook wat makkelijker om afstand te horen en om toch met een aantal mensen hier terug te werken. Ja, dat smaakt het best natuurlijk. Men is blij met dat stukje aandacht en waardering. Dus ja. Dat gaat hartstikke goed en we hebben een goede visboer natuurlijk, die kent dat ook voortreffelijk. Dus daar is niks mis mee.